spannende dag voor ons allemaal, denk ik. De kinderen, de juffen, iedereen. We willen u van harte welkom heten. Heel bijzonder dat u dat wilt doen op ons schooltje. Er is keihard gewerkt door de kinderen, want eigenlijk hebben zij ervoor gezorgd dat we ook de boeken kregen die we graag willen lezen. Ze mochten allemaal eraan meewerken welke boeken ze graag in de bibliotheek wilden hebben. Dus allemaal doorgegeven. Ten eerste is het natuurlijk helemaal super dat de provincie Limburg dat allemaal heeft willen financieren en subsidiëren, dat wij dat hoogstrijdelijk konden maken. Dat vond ik geweldig. Daarnaast heb ik heel veel hulp gehad van ouders van school, niet-ouders van school, die dat allemaal vrijwillig gaan doen, zoeken om de schaar van Sybren aan te nemen. Sybren mag te doen omdat hij de voorleeskampioen is geworden afgelopen jaar. Wow. We hadden er vier. Dan moet ik daar nog mijn best doen, of niet? Ja. En voor hem is het de eer om u de schaar te overhandigen. Goed, kinderen, ik vind het ook een hele eer. Want jullie weten wat een burgemeester vooral heel goed kan. En dat is lintjes doorknippen. Voor de rest hoef je bijna geen kwaliteiten te hebben. Hè. Je moet ook wel naar school gaan en je moet kunnen voorlezen en noem maar op. Maar ik ga nu iets openen en dan mag ik jullie alvast mee feliciteren. Want dat is, een bibliotheek is heel belangrijk. Lezen is heel belangrijk. Ook thuis. We moeten Nederlands goed kennen. Maar ook lezen is ook spannend. Het zijn hartstikke leuke boeken. 5, 4, 3. De bibliotheek heeft ook een naam en dat zit in het oranje pakje en daarna ga ik iets voorlezen, het boek Schatje en Scheetje. Oh. Oh, wat spanning. De naam van de bibliotheek is Superbiep. En ja, wie zou die naam verzonnen hebben? Hij woont in Spouwbeek, hebben ze mij gezegd, en de naam is Ruben. Ruben! Bij de bibliotheek Kringsheuvel. Dat is heel mee, ja? Zo, dat is een mooie naam, hè? Dezelfde avond lagen ze op een dunne deken. Ze staarden naar het plafond. Geen sterren, geen maan, alleen maar beton. Scheetje maakte een lasso van zijn touw en vertrok. Ik ben even weg, schatje, zei hij. En hij slingerde zijn lasso de lucht in en ving een halve maan en een hele ster. Terug in de kerker liet Scheetje zijn vangst los. De maan en de sterren stegen en onder die met liefde gestolen hemel vielen ze heerlijk in slaap. Ze zitten nu Scheetje en Schatje tegen elkaar aan en ze vielen in slaap. En dit is het verhaal van Schatje en Scheetje. Dit boek staat in de bibliotheek. Natuurlijk als eerste dat we heel trots zijn op deze mooie bib hier. Kijk eens om jullie heen. Dit was altijd een leeg lokaal met een hoop rommel en een hoop zoek. En kijk eens wat we nu hebben. En eigenlijk vind ik dat we daar een heel hard applaus moeten geven voor juffrouw Stilvia. Juffrouw Stilvia, die willen heel graag hier op school een goede bibliotheek maken. En dat hebben we kunnen maken. Dat heeft ze helemaal niet alleen gedaan. Dat is ook het eerste wat ze doet natuurlijk. En dat hebben we niet alleen gedaan. Heel vaak in de bibliotheek zien. De burgemeester zei dan, lezen is heel belangrijk en heel goed.
Dus allemaal zoveel mogelijk boeken lezen. Dus ik hoop dat we het ook gaan zien. De superbiep zal ook echt een superbiep worden. Zal ook blijven. We gaan er een hele mooie biep van maken. Dat is het al, maar kun je heel vaak zien met boeken. Heel vaak zien lezen. En vooral tegen jullie zeggen, alle boeken die hier staan, moet je minstens één keer gelezen hebben. Zullen we dat afspreken? Minstens één keer. Kom, we moeten afspreken nog heel snel, want we moeten nog vlug lezen, maar dat gaan ze wel. Als laatste wil ik toch ook de burgemeester bedanken. We zijn ontzettend vereerd, burgemeester, dat hij tijd heeft gevonden om ook op deze locatie de biep te openen. En ook hier is altijd de uitnodiging, als u een keer in uw drukkaart aan de kom zeker bij ons langs. Bedankt. Thank you.